Lekker door. Op het moment dat Lisa op 1950 meter in de race zit, is het duidelijk dat ze deze race gaat winnen en dat ze dus ook zijplaats. En dat maakt dat het sfeertje hier op de tribune toch wel erg gezellig is voor de Nederlanders. Want we hebben nu 4 potten gehad en 4 keer succes iedereen door. Van Lisa aan de vrouwendubbel was het misschien wel verwacht. Maar zeker van de vrouwen 4 was het een hele goede pot, want het had zo anders kunnen aflopen. Maar ze zaten er heel agressief bij en met hele goede klappen hebben ze hun plek zeker verdiend. Maar de grootste klappen van de ochtend was toch de mannendubbel 2. Zware pot tegen Colin McCabe uit Canada, 5,39 op een ergometer. Roeide de jonkies een heel volwassen race, gewoon de tweede kilometer keihard door en wisten ze hun plek in de halve finale veilig te stellen. Ja, dat is tot nu toe toch wel echt de prestatie van de dag. Super knap. We hebben een uurtje en dan hopen dat Stef deze dag afmaakt tot de perfect day voor Nederland.